Jongens, Bodan vandaag, die staat maar net onder ons, dus die moeten we onder ons houden. Vol gas vandaag, oké? Okay? Ja? Ja. Ja, dit is toch een beetje mijn thuisplek. Ja, in de Bos heb ik kantoor, zal ik maar zeggen. Dat is meer zakelijk. En ja, ik ben alle weekenden hier op het sportpark. Rob Mutsaars is leider van de C1-jeugd bij RKSV Hezen. Maar Rob Mutsaars is ook hulpbisschop in het bisdom Den Bosch. Belast met het doorvoeren van een reorganisatie. En daar maakt hij zich niet populair mee. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Diverse parochies moeten verdwijnen of worden samengevoegd. En dat doet pijn bij de parochianen. Veel pijn. We zitten in een krimp, in een reorganisatie. En dan moet je dingen doen die niet prettig zijn. En mensen willen graag toch bepaalde structuren handhaven, omdat ze daar vertrouwd mee zijn, dat begrijp ik. Maar het is niet mogelijk. Als we de toekomst in willen, we moeten echt ingrijpen. En dat is niet prettig. En misschien heb ik wat weinig geduld en ben ik terecht direct op mijn doel afgaand. En dat men dat ervaart van, dat is wel heel zakelijk en ja. Maar goed, het is ook een beetje de aard van de job, denk ik. Maar goed, zal ik een beetje mijn karakter liggen? Het zou kunnen. Ik kan er wel tegen. Ik heb daar geen slapeloze nachten van. Het is, en de meeste gesprekken gaan gewoon heel prettig natuurlijk. Alleen daar waar meningsverschillen zijn en waar men het een beetje hoog opspeelt, en misschien doe ik dat zelf af en toe ook wel eens, ja, daar, dat komt een beetje in het nieuws. Maar dat is meer de uitzondering dan de regel. Balt u net zo hard als ze verliezen? Ik kan daar niet zo goed tegen. Ja, dat is niet best, maar normaal in het zakelijke, zo bestuurlijk, als iets niet lukt, nou, dan lukt het niet, jammer dan. Maar bij de voetbal daar kan ik niet zo goed tegen ze verliezen, nee. Althans, waarschijnlijk nog wel chagrijnig uit te zien. Tijd! Tijdens de wedstrijden van zijn team, de C1 van Hezen, functioneert de hulpbisschop als grensrechter. Het is een heel voetballend team. Ja, dat klinkt misschien raar bij voetbal, maar ze lossen alles voetballend op. Al staan ze 1 minuut tijd met 1-0 achter, dan gaan ze nog voetballend oplossen. En geen lange halen naar voren. Het is een heel technische gezelschap. Kan PSV wat van leren? Nou, ja, PSV is natuurlijk redelijk dramatisch op het moment. Maar goed, die ommekeer zal hopelijk ook wel komen. Want veel erger als nu, dat kan natuurlijk ook niet. Ze zeggen dat u heel conservatief bent, hè? En dat stuit nogal wat mensen tegen de borst. Ik heb nogal wat slechte verhalen over u gelezen. Maar als ik het hier zie, dan loopt iedereen met u weg. Het is toch dezelfde persoon. Ja, conservatief. Volgens mij is het allemaal gewoon katholiek. Uiteindelijk komt alle zegen van boven en Rob is onze directe contactpersoon daarmee. Dus zeker weten. Het is hartstikke leuk om te zien dat, dat Rob zo enthousiast meedoet met dit elftal. Ja, hij is heel nauw betrokken bij de club. Ook met het voetbalblad, de link dat we hebben, interviews afnemen en zo. Dus heel bruikbaar persoon. Ja. Echt jullie Rob? Echt onze Rob, ja. Bent u gelukkig? Ja, ik ben een opgeruimd mens. Ik prijs mezelf gelukkig ook dat het mij allemaal zo gelopen is als het gelopen is. Ik heb nooit een carrière gepland of iets voor ogen gehad. Dingen gingen altijd zoals ze gingen. En ik was er eigenlijk heel content mee. Waar staat Rob Mutsaars over 10 jaar? Hier als, niet meer als hulpbisschop, maar als bisschop of als trainer van PSV langs de kant? En nou, dat laatste zeker niet, tenzij ze echt willen degraderen. Maar ik heb geen idee. De ontwikkelingen gaan zo snel in de kerk. Je kunt nog een jaar vooruit kijken. Ik heb werkelijk geen idee. In de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop weet de C1 van RKSV Hezen op de valreep te winnen van concurrent Wodan uit Eindhoven met 4-3. Wij zijn helemaal blij, dus we gaan wat drinken. En nou, we kunnen met goed gemoed de winterstop in. Op de derde of tweede plek. Dus dat moeten we hebben. Ja.